De Wereldvoedsel- en Landbouworganisatie, FAO, heeft apparatuur overhandigd aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De schenking vond onlangs plaats en bestond onder andere uit een cassaveplanter, cassaveoprooter en een cassaverasper ter waarde van 30.000 US. Het doel van de overhandiging van de machines vandaag is eigenlijk om de cassavesector verder te stimuleren om efficiënt te kunnen planten, om efficiënt te kunnen oogsten, zodat de kostprijs eigenlijk omlaag gedrukt kan worden, waardoor in principe mensen, om het makkelijk te zeggen, meer geld kunnen verdienen at the end of the day. Het zal ook ervoor zorgen dat, doordat we beter plantmateriaal krijgen, schoon plantmateriaal, dat we ook grotere opbrengsten zullen hebben, hogere yields kunnen halen. En dat is eigenlijk allemaal in het kader van stimulering en ontwikkeling van de cassavesector. We hebben vandaag 3 machines overhandigd gehad. 1 machine is eigenlijk voor de verwerking. Dat is voor Wiuma Fusalanang. En die zal dan verder gaan met het verwerken van de cassave mesh, dus die geraspte cassave, die ook in dit project gebruikt is geworden om 40% van de meel die we gebruiken voor brood te vervangen door cassava mesh, dus onze eigen lokale grondstoffen. Daarnaast is de FAO verder gegaan. Ook de primaire productie, dus het planten, het telen van cassava, is eigenlijk ondersteund en verder ontwikkeld. En in dat kader zijn we dus bezig met de Farmer Field School en hebben we 2 machines in ontvangst mogen nemen. Let wel, die machines voor het beter planten en het beter oogsten zijn voor Suriname. Dus de boeren die eigenlijk met cassave bezig zijn, die zullen straks via het ministerie een beroep kunnen doen om deze machines te gebruiken. I'm very happy that we have been able to hand over the 3 pieces of equipment that will go a long way in helping to improve the production technology used by farmers in cassava production. And we hope that these pieces of equipment will be game changers in the production and harvesting to reduce the cost of production and to assist with the processing of the cassava into other products. Op de eerste plaats wil ik ze bedanken voor dat wat voor hun inzet tot nu toe. Het zou natuurlijk goed zijn dat hoe meer mensen weten van al de activiteiten, al de projecten die gedaan worden, dat ze zich natuurlijk ook meer zullen gaan bemoeien daarmee en eigenlijk daarmee zichzelf vooruit trekken met alles dat geboden wordt.